Hey, goedemorgen allemaal. Ik ben onderweg naar Duitsland, naar Zoezajak. Daar komen we samen met de Patreons van Aquarium Sunshine Valley of Dominic Maas. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar die winkel. Ik heb het YouTube kanaal al eens bekeken en andere dingen op internet. En het ziet er allemaal wel interessant uit. En het belangrijkste van al, voor mij toch, is dat ze daar natuurlijk ook een zeewaterafdeling hebben. Nu, ja, laat ons eens kijken hoe het eruit ziet. Ik heb nu ongeveer een uurtje gereden al. Nog een uurtje, 20 minuten, een uurtje, een half te gaan. En dan zijn we aangekomen in Duisburg bij Zoezajak.
super grote drukke winkel. En ik kom weer al een raar volk tegen hier. Hey! Hey. Nomi daar? Nee. Ja, het is makkelijk te verdwalen hier. Hè? Het is net een speeltuin, alleen gevaarlijker. Een doolhof. Een doolhof, ja. Een grote speeltuin. Van apen, zoals je hier ziet in de kooien. Apen. Tot reptielen, tot vissen. Spinnen. Grote spinnen. Hier lopen nog kleine apen rond. Vooral een luiaard. Luiaards, die hebben ze hier ook. Die hangen boven. Ze zijn nou wel grote mensen. Ik leer het in Stila. Maar toch wel interessant om eens een keer te zien. Heel veel dieren bij elkaar hier. Ook heel druk. Heel veel volk komt hier. En ja, voor ieder wat wils. Dan hebben we een vis mee naar België, de kleine clown Gobi. Groetjes vanuit Zoo Zayak. Thank you. And everyone, go and visit them if you are close to Germany, or take a whole weekend, like a holiday trip, and go visit Zoo Zayak. Zoo Zayak. Zoo Zayak. You say it in German? Yes. Zoo Zayak. Zoo Zayak. Okay, we say Zoo Zayak. Ja, ist egal. Hauptsache, Sie kommen und besuchen uns. Okay. Oké. Zo, ondertussen ben ik weer al bijna thuis. Van dus Zoo Zayak. Zoiets was in Duits. Zoo Zayak. Echt grappig, eigenlijk. Zoo Zayak. Dus ja, wat heb ik daar nu allemaal gekocht? Ik heb voor mijn Fauna Marie, Paling Light, dat ik op de 650 doe, heb ik nog een extra bus calcium meegebracht, want die calcium die is wel bijna leeg aan het raken. Wat heb ik nog meegebracht? Ik heb van Aquamedic een spuit die ik eens wil proberen om de glasanemomen te bestrijden. Ik wil eens kijken wat voor effect deze gaat hebben. Dan heb ik ook nog gewoon wat houten zuurstofblokjes of luchtblokjes voor op de luchtpomp meegebracht. Je weet maar nooit waar je die voor nodig gaat hebben. En een voedering om te voeren, maar dat komt later nog wel in een video. Zul je nog wel zien wat voor een ring dat is. En dan heb ik ook een visje gekocht. Dat hebben jullie wel in de beelden gezien. Een gele clown Gobi. Ik heb er ooit eentje gehad in het budget aquarium. Als je het budget aquarium nog niet gezien hebt, ik zal een linkje plaatsen van deze serie of reeks. Daar heb ik er ooit eentje gehad. Dat was wel een super klein visje nog.
die is eigenlijk ja, gestopt met eten toen en gestorven. Nu, deze is een groter exemplaar. Ik heb het grootste exemplaar genomen dat ze in de bak hadden. Dus ik hoop om nu met deze meer succes te hebben. Die komt dus in de nano. Dus ja, dat is zoal wat ik heb gekocht. Het was dus de moeite wel, vond ik, om er eens naartoe te gaan, om er eens rond te lopen. Ja, de zeewaterafdeling komt er goed mee door. Overal was het wel een redelijk leuke dag. Dus een leuke winkel, leuke dag, leuke mensen waren er weer. Ja, meer kan ik er nu niet meer over zeggen. Dus ik hoop dat jullie een beetje van de beelden genoten hebben. En dan zie ik jullie later weer terug. Voor de nieuwe mensen, vergeet niet te abonneren. Abonneren is gratis. En zo kan je altijd weer wat nieuws zien over wat er gebeurt. Dus vergeet zeker dat belletje niet aan te vinken. En dan krijg je meldingen. Dan wil ik jullie nog eens bedanken om te kijken en nog een prettige dag verder wensen. Als je het hier allemaal Belgische wegen mensen. En dan zeg ik tot later.